allemaal, wat leuk dat je weer kijkt. In deze video van vandaag laat ik jullie zien hoe ik mijn huid op het moment verzorg. En laat ik jullie een heel simpel, maar toch een leuk make-up lookje zien. Ik ben net de douche uit, dus ik heb eigenlijk nog helemaal niks op mijn gezicht. Mijn haar wel gewassen en dat heb ik droog gefeund. En voor iedereen die video misschien niet heeft gezien en toch benieuwd is wat voor product ik voor mijn haar gebruik. De video staat online en die kunnen jullie vinden onder mijn hairroutine. Nog niks op mijn gezicht. Mijn gezicht is wat bruiner dan normaal, maar dat komt omdat ik natuurlijk op vakantie ben geweest in Curaçao. En zoals veel van jullie weten gebruikte ik de tuinen als dagcreme en dan de aloe vera. Die gebruik ik nog steeds wel, alleen ik heb iets nieuws ontdekt. Het is een nieuwe lijn van de Body Shop en ik vind hem echt heel erg fijn. En ik ga het gewoon even allemaal opdoen en aan jullie laten zien hoe ik het allemaal gebruik. En heb ik heel veel zin om mij op te maken voor jullie. Dus ben je benieuwd? Blijf vooral kijken. En ik wens je natuurlijk weer heel veel kijkplezier. Dan beginnen we met stap 1. Dan heb ik hier de Oils of Life Lotion. En hij brengt je huid weer helemaal in balans. Want je weet toch, na het douchen, dat heb ik in ieder geval, is je huid zo schoon dat het ook weer helemaal trekt en een beetje droog aanvoelt. Nou, deze die zorgt er dus voor dat hij weer helemaal in balans komt. Dan doe ik het op een watje. En dan doe ik even heel snel een klem in mijn haar. Dat jullie goed kunnen zien wat ik precies doe. En dan reinig ik eigenlijk nogmaals mijn hele gezicht. Met mijn watje ga ik hier gewoon even helemaal overheen. En dan voel ik meteen dat dat droge, dat trekkende, dat het meteen weg is. En het ruikt ook heel erg lekker. Het ruikt naar citrus. Ik vind het echt heel fijn. Zo. Als ik dat heb gedaan, ja, dat is weer dat gegrom van mijn hond. Dat zullen jullie deze video denk ik wel een paar keer nog voorbij horen komen. Dan lopen de mensen langs en dan vindt hij het stoer om te grommen. Hey Rox! Dan pak ik de serum. Dat is van dezelfde lijn, facial oil. En van dit serumpje pak ik eigenlijk echt maar 1 of 2 druppeltjes. Ik zal even laten zien. 1, 2. En daarmee masseer ik het mijn huid in. En die olie die zorgt er gewoon echt voor dat het je huid voedt. En hij schijnt heel erg goed te zijn voor huidveroudering. Nou ja, ik ben natuurlijk nu net 30 geworden. En ik merk wel echt dat mijn huid wat verslapt. Vooral rondom mijn ogen. Dus alle kleine beetjes helpen, zeg ik altijd maar zo. Dat masseer ik lekker in. Dan is je huid iets vettiger door de olie. Maar dat trekt vrij snel in. En dan begin ik gewoon meteen met de dagcreme. Die breng ik aan. Van dezelfde lijn ook. En dat doe ik een beetje op mijn voorhoofd, neus, op mijn wangen en op mijn kin. Natuurlijk ook een beetje op mijn nek. Zo. En dat wrijf ik gewoon goed in als dagcreme. En dat doe ik dan echt voordat ik mijn make-up aanbreng. Doe ik deze 3 stappen. Dus eerst de lotion. Die je huid weer volledig in balans brengt. Dan het serum. Die het gewoon ontzettend voedt. En daarna natuurlijk de dagcreme. Want zonder dagcreme mogen we niet naar buiten gaan. Die beschermt je huid weer voor al het viezigheid en vuil van buitenaf. Zo. En dan vind ik het goed, dan is mijn huid goed gevoed. Beetje vettig. Ik voel echt dat de producten in mijn huid trekken. En dan pas ga ik beginnen met mijn make-up. En daar gaan we mee beginnen. Alleen heb ik een heel leuk nieuwtje voor jullie. Ik ben niet alleen. Nee, ons Alfredootje is hier. En ik heb hem net heel lief aangekeken. En gevraagd of hij mijn make-up lookje wil opdoen. Want hij doet het toch net wel een tikkeltje beter dan ik. En van hem kan ik ook heel veel leren. Dus jullie ook. Dus ik denk dat ik Fredje er even bij hou. Fredje! Yo! Daar is hij. Hoi! Kom erbij! Kom erbij! Zet je zorgen maar opzij. En daar is. Ik heb even een doos hoor, dus hoi. Daar staan ze. Heb je een doos zorgen? Hi! Hoi! Goedemiddag. Goedemiddag. Daar ben je. Je bent klaar? Je bent er, hoe voelt het?
Nou, wat ik je zeg, dit is toch nu wat ik op het moment gebruik. Ja, klopt. Ik gebruik de eerste tijd die aloe vera. Ja. En toen kreeg ik dit pakketje binnen en ik denk van, nou, ik probeer het gewoon uit. Like always. Ja. En dit is zo top spul. Ja, klopt. Ik heb meer mensen die het gebruiken. Het is heel zacht, volgens mij. Maar je ziet ook verschil bij mij. Jij zei gisteren ook, nou, je huid ziet er goed uit. Maar dat was dus met dit. Ja, dit gebruik ik nu 2 weken. Kijk daar. Dus ik denk, dit ga ik wel weer delen met mijn volgertjes. Want, ja, snap ik. Als ik er blij mee ben, denk ik ook dat velen van jullie er blij mee zullen zijn. Maar ja, make-up. Ik heb echt, ben inspiratieloos. Dus of jij mij wil opmaken? Nee. Oeps. Ja, natuurlijk. Oké, let's go. Let's go. Ja, we gaan beginnen met foundation. Match Master. 5. 5, je hoort het. En? Blend penseel. Een blend penseel. Deze is van MAC. Van MAC, MAC, MAC. En dit is ook van MAC. Dus dit zijn 2 MAC producten. Yes, sir. Waarom deze? Gewoon omdat je hem veel mooier en subtieler op je huid krijgt. En het gaan we eens even laten zien. Men doet een klein beetje op je hand. Nou, je hebt echt al een hele mooie kleur, dus eigenlijk heb je niet heel veel nodig. Maar toch om eventjes te cleanen. En een beetje het te bronzen eruit te halen. Natuurlijk wel heel bruin van Curaçao. Nee, dus dan maken we gewoon even wat iets minder glowy. Nou ja, het rode haal je er dan gewoon net even wat af. Ja. Dan zit de foundie erop en dan pakken we de poeder van Jane. Iredale! Ja. Waarom? Gewoon heel simpel, minerale poeder. Het is gewoon een hele mooie poeder die je huid heel en welke heet deze Golden Glow? Golden Glow. De Golden Glow van Jane Iredale. Check. Check. Dan zit de poeder erop en dan gaan we... Hallo. Wat gaan we doen? Shapen. Shapes. We gaan met dat Anastasia contourpalet. Is gewoon fantastisch. Er zitten gewoon 6 perfecte, hele mooie kleuren in. Die je eigenlijk voor alles kan gebruiken. Ja. Dus ik ga even met weer dit hele mooie penseeltje. Deze is van Makeup Studio. Erg fijn. Bronzen tint. Doen we lekker nu in je arcadeboog. Dus wat hij nu doet, hij gebruikt het contourpalet ook meteen voor oogschaduw. Ja hoor. Dan zijn je gewoon kleuren. En juist met huid-eigen kleuren kun je een gezicht heel mooi weer in balans brengen. Ja, het hoeft niet altijd kleurtjes te zijn. Nee, het hoeft gewoon niet. Gewoon met verschillende bruintinten. Want je hebt hier bijvoorbeeld ook een shimmer in. Die kun je dus heel mooi als shimmer gebruiken. Maar je kan hem ook met een iets kleiner penseeltje pakken. Kijk maar even naar beneden. En dan gebruik je die gewoon heel lichtjes op het bewegende ooglid. Allee, zag je mevrouw, je hebt gelijk een oogschaduw. Dan gaan we verder met de wenkbrauwen. En dan gebruik ik de Blunt van Makeup Studio. Erg mooie kleur. Goeie kleur, ja. Heel goed voor als je brunet bent. Maar niet een donkere brunet, zoals ik. Ja, jij gebruikt dark. Ja. En ik gebruik de blonde. Die zegt top. Komt u! Bij mij is wenkbrauw puur een kwestie van intekenen. De vorm zit er al. Dus eigenlijk gewoon een beetje de gaten opvullen. Gaatjes vullen. Winkjes zitten erop. Waarom zeg ik dat zo?
Sorry, de wenkbrauwen zitten erop. Check. Jezus. Dan heb ik een heel mooi potlood, ook van Jane Iredale. Dat is eigenlijk een koolpotlood en die heet Midnight Blue. Midnight Blue, ja. Midnight Blue, dus echt een kobaltblauwe kleur. Dan heb ik een penseeltje, ook van Make-up Studio, die is vrij stug. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik eigenlijk in jouw ooghoek, ga ik een beetje een soort... Ik maak eerst een eyeliner. Maar dan maak ik hem hier. Heb jij jeuk, ja? Jeuk onder mijn oksel. Dan maak ik hem hier een beetje dikker. Maak eigenlijk een beetje een bolletje. Kunnen ze het goed zien? Op die manier. Kijk maar even naar voren. Het hoeft ook helemaal niet netjes, het hoeft niet mooi. Maar wat gaan we dan doen? Met dit penseeltje ga ik deze blenden. Dan heeft Fredje het goed uitgeblend en dan gebruik ik hetzelfde potloodje om een eyeliner te doen. Dat doe ik wel zelf. Ik trek altijd mijn oog strak. Ik weet dat voor sommigen dat niet lekker werkt, maar voor mij dus juist wel. En dan probeer ik zo recht mogelijk een eyeliner te maken. Die kleur. Ja, top. Mooi. Eyeliner zit erop. Okay. En dan is het denk ik vrij. Time for mascara. Time for mascara. Heb ik de False Lashes van MAC. Het is een hele mooie subtiele mascara. Werkt direct, smeert goed, verdeelt goed, maar is niet heel extreem. Is eigenlijk voor iedereen gangbaar, zeg maar. Maar toch, de naam zegt het wel. Ja, False Lashes. Klopt. Je krijgt wel echt hele mooie wimpers ervan. Ja, maar er zijn ook mascara's die brengen heel veel inkt. Dus dat wordt gelijk heel inktachtig. Ja, deze die brengt niet zo heel veel inkt, maar wel mooi in de lengte. Dus echt inderdaad dat False Lashes, alsof je nep wimpers draagt. En dan doe ik ook nog even de Midnight Blue onder mijn oog. Heel lichtjes. Dan spreken je ogen net iets meer. Mascara zit erop, eyeliner en koolpotloodje. Dan doen we nog even mijn lippen. Ik heb de Terracotta Lip Liner van Jane Iredale. MAC lippenstift Kinda Sexy is op het moment mijn nummer 1. Ik wissel heel erg af en nu is het Kinda Sexy. Ik betrap mezelf erop dat ik hem al een week elke dag draag. Altijd mijn fases. Kijk, het sexy is zo mooi. Hij is mooi, hè? Ja. De Kinda Sexy. En dan hebben we als laatst voor de finishing touch van de Body Shop. En dat gaat Fredeke Tetje voor mij opdoen. Van de Body Shop, de Fresh Sorbet Blush. Body Shop heeft ook make-up. Super fijne producten. En dit is eigenlijk een vloeibare blush. Ruikt naar watermeloentjes. Ja, hij ruikt heel lekker. En er zit een hele zachte sparkle in. We gaan hem nu op mijn jukbeentjes doen voor een kleine sparkle glans. Maar je kan het natuurlijk ook op je lippen doen als lipgloss. Wat je gewoon heel simpel kan doen, omdat het een heel dun product is. Pak hem lekker gewoon al uit het deksel. Want dan ga je niet eens gelijk daarin, want dat is al gewoon te veel. Want er zit hier in principe al genoeg. Doe het eerst op je hand, zodat je een beetje kan doseren. En ga hem dan gewoon echt met het kussentje van je... Van je hand kun je hem heel zachtjes op de huid deppen. En dit om het juist ook vooral die sparkle zo mooi mogelijk te verdelen. Dat ruikt zo lekker. Ja, hij ruikt heerlijk. Alsof ik de hele dag watermeloen om me heen heb. Kijk nou hoe mooi. Love it. Yes, and that was the last. En dan zit mijn make-up look dankzij Fredje erop. Dus, dank u wel, my love. Dus de Oils of Life lijn die ik voor mijn make-up gebruik is van de Body Shop. Alle make-up is van Make-up Studio, MAC, Anastasia en Jane Iredale.
En de blush, de last one, de finishing touch is ook van de Body Shop. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe mijn dagelijkse nieuwe look er op het moment uitziet. En hoe ik mijn huid verzorg op het moment. Wij gaan nu even leuke fotootjes maken. Die kunnen jullie ook binnenkort zien op mijn Instagram. Dus voor iedereen die me nog niet volgt. Ik heet Laura Ponticorvo op Instagram. Dan kunnen jullie daar ook wat meer fotootjes zien. En er was nog iets. Ik zal even in de beschrijving neerschrijven de producten, de namen van de producten. En zodat als jullie eventueel geïnteresseerd zijn, wel precies weten welke producten ik heb gebruikt. Fredje, dankjewel. Bedankt weer voor het kijken. En duimpje omhoog, vond je deze make-up look leuk? En ja, we laten jullie gewoon graag zien hoe je ook heel simpel gewoon wat productjes kan gebruiken. Want we hebben eigenlijk helemaal niet veel gebruikt. En toch zie je er en dan toch weer wel even een andere look dan normaal. Ja. Als je op abonneren klikt, dan blijf je helemaal op de hoogte van mijn nieuwste video's. En er komen heel veel leuke video's aan. Voor nu wil ik iedereen bedanken en jou ook bedanken voor deze look. Graag gedaan. En ik zie jullie heel snel terug in mijn volgende video. En Rock zegt ook doei. Doei. Doei doei.